Ik kies er nu voor om geen stress toe te laten, om open te staan voor iets anders. En die stress die ik heb ervaren in het verleden, niet op vandaag te plakken. Al die kerstgekte is niks voor Desiree Mander. Als lifecoach tapt zij tegen de kerststress. Volgens haar is dat dé oplossing voor iedereen die met de feestdagen rode vlekken in zijn of haar nek heeft. Nou, waarom dit zo goed werkt is omdat je dat kunt gaan benoemen, hè, want je kan het niet zien, dat is ergens in je onderbewustzijn. Maar door erop te gaan tappen kan je gaan zeggen, oh die stress, zoveel stress. Oh, als mijn kalkoen maar lukt, als iedereen het maar gezellig heeft. Slager Rob uit Badhoevedorp heeft tijdens deze dagen veel te maken met gestreste klanten die alles uit de kast willen halen voor de feestdagen. Hij denkt dat het probleem makkelijker op te lossen is. Mensen gaan altijd met de kerst wat testen wat ze nog nooit gegeten hebben. En hebben ze 8 of 10 man op visite. En dan zeggen ze weer van, lukt het wel of lukt het niet. Zo zonde. En als ze van tevoren, een beetje van tevoren wat proef draaien, dan weten ze precies wat ze moeten hebben. Heb jij last van kerststress? Ik heb helemaal geen last van kerststress. Nee, ik eigenlijk niet. Ja, een beetje wel. Gewoon lekker rustig aan doen. Met mijn kindje. Die heel veel werk op hun nek halen, dat die wel stress hebben, ja. Ja, alles in huis hebben, niks vergeten, dat soort dingen. Dat is altijd wel wat meer werk als normaal. Voor Desiree zal er geen stress zijn dit jaar. Zij gaat al tappend de feestdagen in. Dus dit jaar doe ik het anders. Ik kies ervoor om diep adem te halen en te ontspannen.